Goedemorgen, mijn naam is Patrick Hoffelijk. Ik heb eigenlijk 2,5 jaar geleden voor het eerst mogen ontdekken wat eigenlijk met een trekpaard werken was. En een van mijn eerste dingen dat ik deed was boomslepen in een bos met een vriend van mij. En ik vond dat gewoon prachtig en schitterend. Ik heb dan ook besloten om zelf een trekpaard te kopen. En van het een kwam het andere. Dan hebben we dus ook gezocht, het eerste paard afgericht. En dan zoek je natuurlijk wat werk. En vooral werk die eigenlijk niet nutteloos is. En dan heb ik eigenlijk beginnen zoeken, heb ik gezien bij Agentschap Natuur en Bos. Dat er jaarlijks dus openbare houtverkopen waren. Dus heb ik daar naartoe gegaan en een bod gedaan op een bos. Hebben we dat ook kunnen kopen. Dus met wat vrienden de bomen neergelegd. En hebben we vandaag voor de tweede maal een mooi initiatief kunnen doen eigenlijk. En zijn we hier met meer dan 20 trekpaarden. Die eigenlijk iedereen toch wel ja, zijn hartje kan ophalen. Het nodige hout is er. En we slepen het allemaal voorzichtig uit het bos. Ook de mensen van Natuur en Bos die zijn tevreden dat we dat eigenlijk ook met de paarden kunnen doen. En dat we weinig of geen schade aan het bos maken. Dus iedereen tevreden zou ik zeggen. Hè? En een hele grote opkomst vandaag. We zijn met meer dan 20 trekpaarden. Dus op naar volgend jaar. Dus ja, met ons paard proberen wij altijd zoveel mogelijk nuttig werk te doen. Dat is natuurlijk de dag van vandaag niet zo gemakkelijk, want als je inderdaad op het land werkt en dan passeert de tractor, terwijl dat jij op een ganse dag doet, de tractor op een half uur. Maar goed, toch raken we er hier en daar een keer uit. We hebben dus ook in het voorjaar vaalbloemen gezaaid, ook voor Natuur en Bos hebben we dat ook gedaan met de paarden. En dan gaan we heel veel ook een keer naar verschillende oogstfeesten. We hebben in Poeken gezeten, we hebben
in Oost-Vlaanderen gezeten. We hebben hier en daar ook wel een keer. We hebben ook een ploegwedstrijd gedaan met de paarden. Hè. Het zijn allemaal verschillende disciplines met dat trekpaard. En alles heeft ook wel... Je paard moet luisteren, moet vooral vertrouwen hebben in u. En dan kom je hier in het bos. En dat veel, voor veel van die paarden is dat weer helemaal nieuw. De paarden doen dat wel graag in het bos werken. Want... Ze moeten in de toer gaan, slepen ze de boom, ze komen leeg terug. Het is natuur. Het is wel alleen gevoeld dat die paarden dat graag doen in het bos werken. Maar het vraagt toch ook wel een beetje ervaring en toch ook weer een beetje discipline. Want er zijn bramen in het bos, er staan boomstronken die niet afgezaagd zijn. Ze moeten over hout stappen. Dus voor het paard is het niet allemaal direct zo evident. Maar je moet vooral als manager, of als eigenlijk rustig blijven met je paard. Het paard moet vertrouwen hebben. En dan raak je er wel. En je hebt ook heel veel verschillende optomingen eigenlijk daarvoor. De meeste mensen werken hier nog met het systeem dat ze eigenlijk gewoon in de landbouw doen eigenlijk. Maar je hebt daar speciale grillen voor die eigenlijk helemaal versterkt zijn tot boven. En op de zijkanten dan gaan ze ook, dat zijn die basjes dat men eigenlijk zegt, die normaal in hout gemaakt zijn. Van de meeste mensen in de Ardennen en de echte boomsliepers is dat in ijzer gemaakt. En dan heb je ook mensen die eigenlijk met het schipperstuig werken. Dat is eigenlijk van achter op het paard... dat je eigenlijk je hout gemakkelijker omhoog trekt. Ook de manier waarop je ketting aanlegt. Je moet je ketting eigenlijk kunnen inkorten, dat je boomstam een klein beetje omhoog gaat, dat je paard hem eigenlijk gemakkelijk kunt trekken. Dat die een boom niet in de grond rijdt, constant. Dat zijn dus allemaal een beetje dingen dat je eigenlijk moet leren en moet kijken naar iemand anders en een keer een tip krijgen van iemand. En op die manier raak je er wel. Maar denk dat vooral rustig zijn, vertrouwen geven aan je paard. Je paard moet in alle situaties rustig blijven. Je komt hier dan ook bijvoorbeeld bij de kraan. Hè. Die mensen die leggen die blokken erop. Dat paard is weer iets anders. En het is enkel maar door kalm te blijven en zelf rustig te blijven, dat het eigenlijk allemaal zo goed gaat. Hè. Thank you.
Go, 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 yeah, oh, you, oh, you.